Ken je dat? Je bent onderweg in de auto en er schieten allerlei gedachten door je heen. En vaak is het toch wel goed om er even bij stil te staan, want op het moment dat je stopt ben je ze vaker kwijt. Wat mij te binnen schoot, is eigenlijk het feit dat ondernemers zich veel toch laten leiden door angst. Angst om te kijken naar concurrenten. Wat doen zij? Wat doen zij goed? Wat doen ze minder goed? En als zij dat goed doen, althans, ik denk dat ze het goed doen, dan moet ik dat ook gaan doen. Toch is dat vaak helemaal niet slim. Want wat is je eigen pad? Wat is je eigen manier? En wat is je eigen markt? Wat mij te binnen schoot net, is een verhaal wat ik een tijdje terug alweer hoorde. Over drie bedrijven, drie beddenzaken die naast elkaar in de straat zitten. En een van de beddenzaken aan de linkerkant, die hangt op een dag een gigantisch spandoek op over zo'n hele pui, waarin staat dat die grote magazijn uitverkoop heeft, de beste prijzen en het meest fantastische product. En de andere buurman aan de andere zijde, die ziet dat en die denkt, oh, dat wil ik ook. En die hangt ook over zijn hele pui, hangt hij een groot spandoek neer, waarin zijn bedden sterk worden afgeprijsd, waarin hij fantastische kwaliteit belooft en een fantastisch advies ook aan zijn klanten. En de middelste beddenzaak, een wat kleiner zaakje, die ziet dat en die denkt, ja, wat moet ik hiermee? Laat hij zich leiden door angst of gaat hij toch een goede oplossing daarvoor bedenken? En uiteindelijk eigenlijk gewoon boerenslimheid. Hij hangt een groot spandoek op over zijn hele pui. En aan de ene kant staat de grote magazijn uitverkopen en aan de andere kant staat een dergelijk groot spandoek. En wat doet hij? Hij hangt in het midden een groot spandoek neer, ingang. Nou, ik kan me voorstellen dat het toch erg slim is om op die manier naar je eigen markt te kijken. Niet kijken naar wat je concurrenten doen, gewoon je eigen plan trekken.